Ze laten het er niet bij zitten, de leerlingen van de Bleiberg. Ook al kunnen ze er in de wintermaanden geen gebruik van maken. Ik maakte mijn eigen groenten en ik leerde er heel veel over. En ik vind het leuk om buiten te zijn en je bent heel even tijdens school in de natuur. Ook de locatiedirecteur Bart Lohman is het niet eens met de beslissing van de gemeente. Want een schooltuin is belangrijk voor stadskinderen. De kinderen krijgen heel weinig mee van natuur. Er is heel weinig natuur. De meeste kinderen hebben geen tuintje. Hier komen ze in aanraking met de aarde. Dat lijkt me nogal belangrijk. Door de schooltuintjes te schrappen bespaart de deelgemeente 250.000 euro per jaar. Maar ze zijn voor de leerlingen wel op zoek naar alternatieven. We hebben een aantal scholen en er komen er nog een aantal die nu een groene schooltuin, schoolplein krijgen. Dus die hebben de natuur om de hoek. En een ander alternatief zijn we met de speeldenis bezig, de natuurspeeltuin. Dat zij de lessen gaan verzorgen en met kinderen ook naar buiten of in de speeltuin zelf of ergens anders met de natuur in aanraking komen. Maar dat is niet hetzelfde als een schooltuin waar je zelf je groente maakt. En dan mis je grote ontdekkingen, zoals dat er een peperplant bestaat. Vroeger wist ik ook helemaal niet wat een peper was. Ik dacht dat het gewoon een korreltje was dat uit een houten ding kwam. Nog meer voordelen. Zelfgemaakte groente is namelijk veel lekkerder dan van de Albert Heijn en ook meestal veel groter. Tot de zomervakantie mag de school de tuintjes gebruiken. En wat er dan precies met de grond gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Bart Lohman hoopt dat de grond nog wel beschikbaar blijft voor tuinieren, bijvoorbeeld volkstuintjes, en dat de school er dan gebruik van kan blijven maken.